ga jij squatten? Karten. Een rondje. Karten. Ik ben zo terug, jongens. Auw. Auw. Eens even binnen kijken. Hey, ik ga niet naar het ziekenhuis rijden. Hey. Goedemiddag, het is 4:30 op het kanaal en mijn nieuwe video staat online. Ja, of je moet natuurlijk naar het eten kijken, dus ik hoop dat je lekker gegeten hebt. Ik heb trouwens worst op. Nee, dat is eigenlijk een leugen, want het is eigenlijk in de ochtend. Want we gaan vandaag een nieuwe Jeff vlog opnemen en we gaan vandaag naar een... Oldtimer show. Ja, ik las ook brasserie. Ik weet het niet precies. Van alles en nog wat. Er staat van alles en nog wat. We gaan nu eerst Dave ophalen. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd, want het wordt een dag met van alles en nog wat. Dus ik kan eigenlijk niet echt een onderwerp aan de titel geven. Gaan we Dave bellen, die moet komen. Yo! Je moet naar buiten komen! We staan je auto te demonteren. Je moet je nog aankleden. Is goed, tot zo. Hoi. Dave! Ik kreeg een hartverzakking. Geef me achter in. Pas je op voor mijn camera. Jezus, mijn camera, man. Dan moet ik dan naar voren. Hoi. Zeg, wat anders, hè? Dave. Jeff. Ik kan squatten. Ga jij eens squatten? Hoe doe je squat? Your father. De twee gaan proberen iets voor elkaar te krijgen, maar wat? Maar goed, maar wat vond je er vandaag van? Ik vond een beetje het weer sowieso een beetje tegenvallen. Ja, het gek hè? Het was altijd leuke evenementen, maar nu ben jij er ineens bij. Scootersprint was niks, oldtimer show was niks. Ja, het is wel heel. De boulevard was niks. Boulevard, wat was dat te doen dan? Oh, niks. Ja, dat is waar. Ik wil wel het hoogtepunt van de dag hebben, jongens. Even stil. Hoi Jeff. Nee. Leuk voor YouTube. Je hebt verkeerde deurtje. Oh Kunnen we niet naar de katbaan rijden? Kunnen kat op, vind het allemaal best. Als je wil katten, dan kunnen we daar naartoe. Moet je alleen even langs mijn huis van Helma. Is dat, ja, is dat om? Kom de ja, we zijn terug op de katbaan. Ik ben hier nog nooit van mijn leven lang geweest. Oké, mijn vaste subscribers weten dat ik hier bijna elke dag zit, maar goed. We gaan dus nu nog even een rondje karten, want ik weet niet hoe ik mijn dag in vulling moet brengen. Maar goed, ik neem nog even een laatste slok. Dus dat houdt in dat we nu naar binnen gaan. Squat goal! Ja, dan moet je met je arm ook een bepaalde houding aannemen, hè? Dan kan het. Daar ga je dus al de fout in. Je moet in plaats van je voet omhoog, moet je hem plat zetten. Ja.
Eén ding. Als je niet weet wat ze nu aan het doen zijn, zoek maar op Dumpert Squad. Nou, we zijn aangekomen in Middelburg. Met Kerkhoven. Foto's maken. Fotograaf. Van deze auto, mijn auto. Dave is al begonnen zo te zien. Jij dat, wil eerlijk bekennen. Ik wil eerlijk bekennen dat Dave, die heb al een paar keer met mij is die meegaan om foto's en video's te maken. Maar die jongen die kan het ook gewoon echt. Kijk, dat is leuk om te horen, of niet Dave? En hij had daarvoor nog nooit een camera vast gehad, hè? Dus het is echt gewoon, ik gaf hem een camera. Ik legde uit van, nou je hebt de ISO, je hebt de aperture. Flop, hij deed het. En gewoon, ik weet niet, natuurtalent. Dus, we zijn de camera aan het instellen. Hij is de camera aan het instellen. Ja, oké. Okay. Hij. Die Mongol daar zo. Ik zal het je laten zien. Want we gaan foto's maken van die auto. Fiesta! Nou, zoals je kan zien, we hebben net lekker gekart. Dat ben ik net vergeten een beetje bij uit te leggen. We hebben net gekart. Maar die jongens wouden eigenlijk wat ergens anders gaan eten. Of het leek ons een beter plan aangezien Peter Pan. Ja, het was voor ons wel wat leuker om een keer ergens wat anders te gaan eten. Dan in plaats weer eens op de kartbaan te gaan. Maar goed, maar het leek me dus leuk. Wat hier zo aan de hand is, is dat je allemaal oude loods hebt. En in deze oude loodsen, zoals je achter me kan zien, zijn ook de ramen kapot. Nee, sommigen weten van jullie dat ik nog een urbex doe. En urbex is het, ja, het bezoeken van verlaten plekken die door de mensheid gewoon, ja, niet meer gebruikt worden. En blijk ik daar net naar binnen te kijken. Wauw, er staan daar gave spullen binnen. Dus oude meuk. Oude meuk. Dus eigenlijk zou ik, ga eens even kijken of we dit misschien als locatie een keer kunnen doen. Ik ben zo terug, jongens. Oh jee. Auw, auw. Voor mij helemaal dicht. Hier staan ramen open. Nee, hier kan je niet naar binnen. Misschien als je via het dak gaat. Ik heb al wel gezien dat je via de bovenkant naar binnen kan. Dan zijn de ramen open. Nu weet ik niet of je daar zo makkelijk naar binnen kan klimmen. Maar ik ga jullie even via het gaatje wat hier zit, ga ik jullie even een kijk geven hoe het er binnen uitziet. Het is best wel gaaf. Eens even binnen kijken. We hebben weer een nieuwe plek gevonden. Dave, take it away with the camera. Niet achteruit. Met mijn camera. Ligt niks. Ja, ja, ja. Hey, ik ga niet naar het ziekenhuis rijden. Wat los hier? Geef dit ding eens. Hij staat nog op te nemen. Ja, dit ding laat los. Chocolade. Even eten, denk ik. Ja, ik heb een partij op honger, jongen. Het is een mooie tijd, het is 5:30. Nu komt er in de rode Fiesta te slaan. Oh, dat. Geinig. Oh, dat. Dat? Ja. Ja, dat. Dave. Goedendag, lieve kijkers van De Wereld Draait Door. Ja, nee, echt waar, hoor. Annemarie. We moeten natuurlijk even zijn afscheid doen. Ja, die heb ik. Ligt achterin. Gebruik ik toch nooit. Nou, Dave. Moet dat? Ja, dat kun je wel gebruiken. Doei. Ja, jongens, het was gezellig. Ja. Moet echt vaker. Ik vind afscheid nemen altijd moeilijk. Afscheid nemen. Ik spreek niet over. Nee, maar dat is goed. Ja, dat is goed. Nou. Ja, wie weet. Kom gewoon even op GTA. Misschien. De kijkers, hier, dus ik zie er nu al een comment onder staan dat iemand nee, er staat geen comment. Laat het je weten. Is goed. Is goed. Ik spreek jou vanavond dan wel. En jij gaat achter het stuur zitten, want je moet mij naar huis brengen. Later. Laters.